Een brandend en stuurloos schip in de Atlantische Oceaan. Hoe moeilijk is het om dat te bergen? Dat vraag ik zo aan bergingsspecialist Hans van Rooij. Maar eerst even wat we nu weten. Op deze plek, dicht bij de Azoren, kwam de Felicity Ace woensdag in de problemen. Een schip vol met Porsches en andere luxe auto's. De bemanning vluchtte met een vlot en werd door een ander schip opgepikt, waarna de kustwacht ze redde. Hans van Rooij, een Nederlands team kijkt nu hoe dat schip geborgen kan worden. Waar moeten ze dan op letten? Waar krijgen ze dan mee te maken? Nou, op de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk dat, er een goede sleepboot gevonden wordt die in staat is om het schip te slepen. Dat is één. Twee is natuurlijk dan de moeilijkheid om aan boord te komen. En dat zal in dit geval, het weer is daar niet al te slecht. Dus het zou mogelijk zijn dat dat via de sleepboot zou kunnen. En anders met behulp van een helikopter. Dan ga je van daaruit een sleepverbinding vastmaken. Het schip stond in de brand. Het was in de brand gevlogen woensdag. Daar waren ze er ook vandaan gegaan. Bemoeilijkt dat die berging? Ja, natuurlijk. Hij brandt vol met rook. Giftige gassen. Dus je moet aan de goede kant van het schip dus aan boord gaan. Als dat mogelijk is. En dan dat schip zodanig in de wind trekken. Dat je van de rook geen last meer hebt. Plus de toegang tot die autodekken is natuurlijk ook heel beperkt. Want die auto's die staan zo dicht op elkaar dat het toch wel moeilijk is om daar in normale omstandigheden je weg te vinden. Laat staan als iemand nog eens een keer vol met rook zit. En dan is het ook nog, waar moet het dan naartoe? Want bij de Azoren zelf was geen plek, begreep ik, voor dit schip. Nee, de Azoren die hebben een aantal havens, maar die zijn allemaal veel te klein. Het gaat of naar de plaats van bestemming, en dat is in dit geval Amerika, of het gaat terug naar Europa. En je vindt een haven aan de Atlantische kust die in staat is om dit probleem op te lossen en het schip te ontvangen.